Het is zo dat een brug of viaduct met een overspanning van minstens 3 meter, dat zijn ze zo goed als allemaal in Vlaanderen, dat die in principe om de 3 jaar moeten geïnspecteerd worden. Maar in 2017 heeft men beslist om dat slechts om de 5 jaar te doen, tenzij het nodig is om het sneller te doen. Ik vind dat een heel vreemde beslissing. Waarom? Omdat we in Vlaanderen de meeste kunstwerken dateren uit de jaren 70, 80, is ondertussen 30, 40 jaar oud. Ze worden ouder, ze worden nog steeds zwaarder belast. En dan zou ik denken dat je net die kunstwerken net meer inspecteert dan minder. Ik vind dat geen goede zaak, dat het aantal inspecties of de inspectiecyclus dat die verlengd wordt. Ook het aantal bruginspecteurs bijvoorbeeld is stabiel gebleven op 16. Maar het zijn 16 bruginspecteurs voor 2781 bruggen. Dat lijkt me eigenlijk bijzonder. Ja, dat is inderdaad zo. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter. En bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.